Hallo allemaal, mijn naam is Rani en welkom bij Educate Yourself. Vandaag gaan we weer een nieuw productingrediënt onder de loep nemen en gaan we het hebben over alcoholen in cosmetica. Er zijn verschillende soorten en vormen van alcohol. Als we in het dagelijks leven over alcohol spreken of over drank, dan spreken we over ethanol. Ethanol wordt voor verschillende doeleinden omgezet in andere vormen van alcohol, zoals bijvoorbeeld alcohol denat, SD-alcohol of isopropylalcohol. Dit noemen we dus ook wel secundaire alcoholen. Veel van die secundaire alcoholen worden ook in onze cosmetica gebruikt. Maar dan kan je je toch wel vragen gaan stellen, want we weten dat alcohol uitdroogt. We weten dat als je een beetje te veel alcohol hebt gedronken, je de dag erna een kater kan krijgen door uitdrogingsverschijnselen in de hersenen. Je weet dat je alcohol met mate moet binnennemen. Maar zit het dan ook hetzelfde aan de buitenkant? Ja en nee. In veel producten worden er inderdaad alcohol gebruikt, maar er zijn goede en slechte alcoholen. Alcohol die je beter kan vermijden is de alcohol die je ook in je biertje of in je wijntje kan terugvinden. Om te voorkomen dat mensen hun cosmetica zouden gaan opdrinken, echt waar, wordt er aan die alcohol een vies stofje toegevoegd waardoor het product vies gaat smaken. Dan noemen we dus ook wel alcohol denat of denatured alcohol, SD-alcohol of isopropylalcohol. Nog andere namen die je op de lijst kan terugvinden zijn ethanol, ethylalcohol en benzylalcohol. Als een van deze ingrediënten heel hoog op het lijstje staat, dus zoals ik al zei in mijn video over etiketten lezen, als het helemaal van voor zou staan in de lijst, dan zou je het product beter niet gebruiken. En waarom nu eigenlijk? Doordat alcohol heel snel verdampt, kan het ook de huid uitdrogen. Kijk maar bijvoorbeeld wat er gebeurt als je je ramen zou gaan poetsen met water en alcohol. Die ruit wordt ongelooflijk droog. Alcohol lost verder ook de natuurlijke vetten van je huid op. En dat kan wel heel gevaarlijk zijn, want die vetten heb je nodig om ervoor te zorgen dat er geen vocht uit je huid kan komen en er geen schadelijke stoffen kunnen binnendringen. Daarom noemen we alcoholen in cosmetica, de slechte alcoholen, ook wel eens penetration enhancers. Doordat je barrièrefunctie kapot gaat, kunnen er heel veel stoffen de weg tot diep in je huid vinden. Dat is wel goed, zou je zo denken, als je aan huidverbetering werkt. Maar denk maar ook eens in de omgekeerde richting. Bijvoorbeeld die slechte bewaarstoffen, die parabenen, die moeten de weg diep in onze huid niet vinden. Als laatste is er nog een heel belangrijk argument om deze alcoholen niet te gebruiken. Want deze alcoholen gaan de voorloper van vitamine A in onze huid afbreken, waardoor er geen vitamine A kan worden aangemaakt. En deze vitamine is een huidverjonger. Dus als je die niet kan aanmaken, gaat je huid sneller verouderen. Dat verklaart ook wel voor een heel groot deel de snellere huidveroudering die je ziet bij alcoholisten. Maar alcohol in cosmetica kan ook goed zijn. Anders zouden we dat toch helemaal niet toevoegen. In sommige gevallen wordt alcohol gebruikt om een bepaald ingrediënt in je product op te lossen. Dus als je gaat kijken naar je lijst, naar die INCI-lijst op je etiket, en je ziet alcohol in een van de laatste ingrediënten staat, dan weet je dat er heel weinig van gebruikt, dat deze alcohol eigenlijk ook verwaarloosbaar is. Alcohol wordt dan ook toegepast om verschillende redenen. Alcohol heeft een ontvettende werking. Daarom dat je het ook heel vaak tegenkomt in producten voor een vette huid. Maar, dus opgelet, als je als eerste ingrediënt alcohol denat terugziet bij producten voor een vette huid, dan gaat die je huid te veel uitdrogen, dus dan niet gebruiken. Ook vanwege de antibacteriële eigenschappen wordt alcohol vaak gebruikt in cosmetica. In gezichtstonic is alcohol vaak toegevoegd vanwege zijn ontvettende eigenschappen en in deodorants wordt alcohol toegevoegd om slechtere geuren te verdringen. Dus, wat onthouden we? We hebben goede alcoholen en we hebben slechte alcoholen. Er zijn een aantal alcoholen in cosmetica die we niet willen terugzien. En deze zijn alcohol denat, SD-alcohol, ethanol, methanol, ethylalcohol, isopropylalcohol en benzylalcohol. Deze alcoholvormen zijn agressief, ze gaan de huid uitdrogen en de huidbarrière beschadigen. Wanneer je deze producten op lange termijn gebruikt, kan je zelfs een droge en geïrriteerde huid krijgen waarvan je niet eens weet waar hij vandaan komt.
En deze alcoholen kunnen in elk product zitten. Dus kijk zeker ook goed het label na voor je een product koopt. Dat deze alcoholen er zeker niet in zitten. Maar natuurlijk hebben we ook goede alcoholen. Dus als jij ergens alcohol ziet staan, let dan op deze namen. Dan weet je dat je goed ziet. Cetylalcohol, cetearylalcohol, myristylalcohol en BH0-alcohol. Deze vettige alcoholen houden juist het vocht vast. En die hoef je dus niet te vermijden. Zo, ik hoop dat je weer al iets hebt bijgeleerd over de wonderenwereld van cosmetica. En volgende week gaan we verder met een nieuw productingrediënt. En dan ga ik het hebben over acrylaten. Tot dan!